Ik wilde het allemaal verbergen. Ja. Maar dat hoeft nu niet meer. Nee. Hi, tof dat je naar deze video kijkt. Ja. Jij bent Sylvia Bochum van Silver Style. En ik ben Elma van Creative Cosmetics. En jij zit al helemaal in de make-up? Ik wel. Wat ga jij doen? Nou, ik heb al eyeliner opgedaan en mascara. Ja. Zie je dat? Ja, dat zie ik. Maar ik vind dat ik nog niet echt verzorgd uitzie. Dat vind jij? Dat vind ik. Dat is zeg maar mijn gevoel. Ja. Want hoe voel jij je nu? Ik voel me nu nog een beetje... is slonzig een goed woord? Een beetje... nog niet verzorgd. Niet af. Niet af. Ja. Dat zijn zaken. Make-up zijn vaak de puntjes op de i. Is met kleding ook zo. Hoe verzorg je jezelf en waar voel je je goed bij? Dat is bij iedereen natuurlijk anders. Maar wat ik altijd wel merk... Ik geef natuurlijk kleur- en stijladvies, onder andere. Dat mensen dat gewoon... Als ze zichzelf in de spiegel zien in andere kleding, dat het toch, en dat zul jij ook hebben denk ik met make-up, dat je dat echt ziet bij mensen, dat het een ander gevoel geeft. Het geeft een ander gevoel en daarvoor, make-up is ook echt een gevoel. Ja. Net als kleding, sieraden. Ja. En vroeger, nog niet eens zo heel lang geleden, een paar jaar geleden, ik deed altijd make-up op om alles te camoufleren. Kring onder mijn ogen, pigmentvlekken, bultjes in mijn gezicht, rosatie, koeperrozen. Ik wilde het allemaal verbergen. Ja. Maar dat hoeft nu niet meer. Nee. Want ik vind mezelf mooi zoals ik ben. Dus ik ga ook gerust zonder make-up de deur uit. Dat durfde ik vroeger ook niet hoor. Ja. Jij? Nee, ik ben niet van veel make-up, maar wel een beetje. En nu denk ik van, is het een extraatje zeg maar. Maar vroeger, het is maar vrij natuurlijk. Maar je hebt ook wel een hele mooie egale huid. Ja, dat zeg je altijd. Ja, daar ben ik ook wel blij mee. Maar ja, ik voel ook altijd als ik volop in de make-up zit, dat ik denk... Poeh, en hoe ik gewoon goed kijk, ben ik dit wel? Voel ik me hier goed bij? Dat is het gevoel. Voel je er goed bij, ja. Ik ga ondertussen even een beetje make-uppen. Ja. Waar ik me dus goed bij voel. Ik ben benieuwd. En alleen, het is denk ik heel belangrijk om naar jezelf te kijken. Kijk, ik vind mezelf nu mooi zoals ik ben. En ik ga gerust zonder make-up de deur uit. Alleen, als ik nu make-up ga doen, voel ik mezelf er verzorgd uitzien. Ja. En ik heb het op een gegeven moment ook gemerkt toen ik... heel erg last van mijn huid had. En toen had ik nog Creative Cosmetics niet. Okay. Dus toen kon ik bijna geen make-up verdragen. Toen heb ik op een gegeven moment een periode gehad dat ik geen make-up droeg. En toen voelde ik me dus niet verzorgd eruit zien. Maar ik ging op een gegeven moment ook geen sieraden meer dragen. Ik denk, mijn haar deed ik veel minder aan. Dus ik liet mezelf een soort verslonsen. Omdat ik dacht van, het heeft toch geen nut meer. En dus met je kleding dus deed je ook niks dan? Liet je dat ook een beetje gaan? Ja, ook, maar ik werkte ook heel veel, dus ik liep altijd in mijn werkkleding. Dus s'avonds ging ik me ook niet meer omkleden of zo. Daar heb je geen moeite voor. Ik had alleen nog mijn werkkleding aan, ja. Zonde, hè? Kijk, en nu, ik weet dat ik heb hier pigmentvlekjes zitten. Nou, die ging ik eerst allemaal wegwerken. Nou, lekker boeien. Als ik er maar verzorgd uitzie. Ja. Ja. En dat is gewoon, make-up is verzorging. Ja, klopt. Ja. Dat is ook zo. En normaal gesproken wordt make-up gezien als camouflage. En dat vind ik zo jammer. Zonde, hè? Ja. Nou ja, ik had dat zelf natuurlijk vroeger ook. Maar ja, het is helemaal niet nodig. Nee. Het hoeft niet helemaal perfect geëgaliseerd te zijn. En ik ben er ook niet meer... Vroeger wilde ik echt alles wegwerken. Al het rood. Mm-hmm. Al die adertjes en alle bultjes. En dingetjes, ja. Ja. En nu vind ik het mooi als het gewoon rustiger is en verzorgder is in mijn gezicht. Maar dat is het. Ja. Dat is ook mooi. Gewoon meer natuurlijk. Ja? Maar dit is het. Kijk, wat heb jij nu allemaal op? Wat heb ik nu allemaal op? Sinds dat ik met de producten van Creative werk, heb ik de concealer. Ik werk nu met de roze, zeg ik het goed? Concealer. Ja, dat zeg je goed. Zeg ik goed. En de retoucher. Iedereen denkt dat die Sylvia die deed heel veel make-up. Ik weet wel het een en ander van jullie hebben altijd mooie termen. En volgens mij, ik spreek even, want volgens mij heb ik deze ook. Foundation. Ja, de foundation. En de oogschaduw heb ik van jullie. Ja, en je hebt mascara. Ja, en ik heb een lijntje. Lipgloss. Ja, en lipgloss. En dat is eigenlijk dat standaard. Dat ik in ieder geval mijn ogen opmaak. Met een lijntje, een beetje oogschaduw en mascara. Ja. En maar dat is natuurlijk ook voor iedereen helemaal verschillend. Hè? De een zegt bijvoorbeeld, het zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van nou, als ik alleen blush op heb en mascara, dan voel ik mezelf ook al verzorgd. Daarom, het is heel persoonlijk. Ja. Maar wat ik heel veel merk, zeg maar, ook tijdens de adviezen die ik geef, dat vrouwen toch het heel moeilijk vinden om te ontdekken van hoe werkt letterlijk make-up. Ja. Misschien
Nou, weet je wat zo jammer is? Iedereen die bij ons komt, nou, niet iedereen, maar bijna iedereen die bij ons een workshop kan doen, of die voor advies komt, of voor een makeover, die komen binnen en ze gaan eerst zeggen, ja, ik heb hangende oogleden, ik heb scheve neus, ik heb couperose, ik heb dit. Ze gaan eerst de negatieve punten benoemen. Ja, ja, herkenbaar. Maar deed ik vroeger ook hoor, dus ik snap het helemaal. Maar het is wel heel jammer eigenlijk. Dat is ook jammer, ja. maar dat is met de kleding en het lichaam niet anders. Tuurlijk, ja. Want het is hetzelfde. Ik zet ze voor de spiegel en we gaan kijken. En dan is het inderdaad meteen gaan de ogen naar wat niet klopt. Ja, ja. En ik denk dat dat heel herkenbaar is. Ik bedoel, ik ken het zelf ook. Maar het is zo zonde inderdaad. Het is zo zonde, als je weet, ja, van, goh, richt je, dat is ook tijdens het advies. Hè, dat doe je met make-up natuurlijk net zo, van richt je op je pluspunten. En die gaan we benadrukken. En daar... Ja, en dat is dan, want nu, ik vind mijn ogen mooi. Ja, dus... Dat mag je best zeggen bij jezelf. Ja, ja, precies. Mag gewoon zeggen wat je mooi vindt. Ja. En dat is niet arrogant, nee. Maar nu vind ik dus mijn huid... Ja, nu ben ik nog heel bleek natuurlijk, omdat ik nog met de basis bezig ben. Je mist nog wat. Ja. Maar nu zie ik dus al mijn ogen veel meer spreken dan net toen ik al dat rode nog zag. Ja. Ja. Leuk, hè? Ja. Wat dat kan doen met je binnenkant, hè? Make-upje of goede kleding... Dat gevoel. Goede kleding. Ik was een poosje geleden was ik ziek. Ja. En ik was echt een beetje zo. Mm-hmm. En ik zat natuurlijk in mijn kloffie thuis op de bank. Geen make-up, mijn haar niet gedaan. En ik was echt beroerd. En na een paar dagen voelde ik me ietsje beter, maar echt nog lang niet goed. Ik lekker gaan douchen, mijn haar gaan doen, een beetje make-up op, goede kleding. Ik voelde me gewoon 10 keer beter. Ja, lekker. Wow. Ja, fijn, hè? Kan er wat doen, ja. Ja. Weet je, en dat is gewoon, het is een gevoel. Het is een gevoel, ja, ja. Klopt. En ja, voor mij is het ook nog eens extra, want ik heb nu ook weer bultjes hier. Die jeuken, dus voor mij gaat ook gelijk de jeuk weg, dus even een extraatje. Ja, het is bijzonder. Maar hoe kunnen mensen nu dus zorgen dat ze een goed gevoel krijgen? Heb jij daar een tip voor? Heb ik daar een tip voor? Nou ja, wat ik net eigenlijk ook al zei, ga kijken naar je pluspunten. Dus kijk naar wat je wel mooi vindt aan jezelf. He, jij zet al je ogen, nou dat is bij mij eigenlijk ook, vind ik fijn. En leg daar de accenten. Zet dat aan met kleding of met make-up. Of leg daar de nadruk op voor jezelf. Dat is gewoon een hele simpele tip, maar dat is eigenlijk wel wat altijd werkt. Oké, en je hebt natuurlijk ook gewoon periodes dat je gewoon meer zin hebt om jezelf te verzorgen dan... Maar zin maken, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dat is ook belangrijk. En dat heeft denk ik ook een stukje te maken met de mindset. En je kan dus als je in de do-stand komt. En je zegt net ook van ja, ik ben gewoon anders even gaan kleden. En toen ik me toch niet helemaal lekker voelde of ziek was. Maar ik moest me er wel toe zetten. Denk, oh ja. Ja, dat is soms het. Hè? En soms mag je, van waar, dat vind ik wel soms lastig. Van waar, waar geef je eraan toe en waar ga je zeg maar helemaal in de... Ja, want je mag natuurlijk lekker relaxen op de bank en gewoon helemaal jezelf laten verslonzen en gewoon lekker niks doen. Ja, maar hoe wil ik het gaan? Ja. En, wat wilde ik nou vragen? Ik weet niet meer, dus zeg jij nou maar wat. Niet liegen. Dat heb ik kwijt. Nee, ja, ik vind het gewoon altijd wel magisch wat het doet. Eigenlijk ook met kleding en het mensen laten zien. Dat ik soms uit hele kleine... Bijvoorbeeld een halslijn, wat dat doet, een kraagje of een lijnenspel. Want styling, als ik het over styling heb, is het eigenlijk kijken van wat zie ik gebeuren bij dat lijf, dat hele plaatje. En mensen zeggen, ja, ik zie je altijd zo kijken. Ik zeg, ja, sorry, dat is gewoon mijn oog, dat heb jij misschien ook met make-up. Ik kijk altijd technisch en dat is niet van goh, maar gewoon puur van klopt het voor mij? Ik kan heel wat uitleggen, maar dat is het. Ja. Dus heel vaak met een klein iets kan ik al. Ja, weet je, oorbellen in of zo. Weet je, of een mooie of juist kusting, niet. Of juist niet. Ja, of, weet je, soms zijn oorbellen, bij de ene is te groot, bij de ander is te klein. Dat is ook wel een goede als je zeg maar een heel fijn gezicht hebt. Weet je, kies dan voor wat fijnere oorbellen. Ik heb grote oorbellen. Ja, nou ja, dat klopt ook wel, toch? Kijk, maakt het wel weer meer af. Wordt er vrolijk van. Ja. Ja. Moet ik er wel in krijgen, hè? Ja. Denk. Ja, top. En daar zit. Leuk. Ja. Leuk. Ja, ik doe nog even een lipbalm op. Jij hebt een lipgloss op met een kleurtje. Ja. Ik doe de pepermunt lipbalm even op.
En dat is ook de ene keer kies ik voor lipstick, en de andere keer voor lipgloss, en nu dus even voor lipbalm. Oké. Okay. Maar dat is ook net waar je zin in hebt, ja. En hoe je voelt. En, ja, ruikt wel lekker. Jullie kunnen niet ruiken, maar hij is wel goed. Hij ruikt heerlijk, ja. Zo. Nou, nu vind ik mezelf helemaal verzorgd. En wat heb je er nu dan op gedaan? Ik heb nu concealer op gedaan. Groene concealer en roze concealer foundation. Een blush, een bronzer. En een beetje wenkbrauwpoeder. En voilà. En pepermunt lippenbalm. Nou. Maar dit is ook niet wat ik elke dag doe. Soms doe ik het nog uitgebreider. Ik heb natuurlijk helemaal geen oogschaduw nu op. Ik had natuurlijk al mijn lijntje en mascara. Maar het is me net hoe ik me voel. Ja. Maar ik voel me nu wel verzorgd eruit zien. Ja, ja. Dit is gewoon goed voor jou. Dit is voor mij goed, ja. Top. Ja, je ziet het mooi uit. Dus, dank je. Ja. Dat mogen we ook gewoon zeggen tegen elkaar, hè? Ja, dat wordt veel te weinig gedaan. Geef elkaar een compliment. Echt. Doen. Leuk. Ja. Complimentjes geven. Ja. Ja, elke dag is de complimentendag. Ja. Dus kijk in de spiegel. Ja. En zo geef je jezelf een compliment. Ik weet dat het niet Nederlands is, maar doe het. Ja. Echt. Het helpt. Ja, en de conclusie is natuurlijk, gebruik make-up niet om te camoufleren, maar gebruik make-up als verzorging. Gebruik, ja. Ja. Geef, laat het je een goed gevoel geven. Dat is belangrijk. Geven, ja. 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 Nou, ik ga eventjes in de andere spiegel kijken of het goed is. Ik heb hier een mini spiegeltje. Ik zie het niet goed. Maar volgens mij, als jij zegt dat het goed is, ja, ik, dan is het goed. Jij bent de prof, maar het ziet er goed uit. Dus, gelukkig. Ja, ja, maar ook dat, hè. Ik doe ook wel eens als ik even snel een boodschap ga doen of zo. En of ik ga winkelen, weet ik wat. Kijk, nu heb ik natuurlijk dit allemaal gedaan. Mm-hmm. Ik doe ook wel eens gewoon eventjes alleen foundation op en mascara. En een blush of zo, weet je. Ja. Dus niet alles helemaal uitgebreid. Maar dan heb ik toch nog steeds het gevoel dat ik iets verzorgd erbij loop. Ja. Maar niet heel alles erop en aan. Ja, nee, leuk. Ja. Ja. Perfect toch? Nou, ik hoop dat we weer iemand hebben kunnen inspireren. Ja, dat hoop ik ook. Ik wens jullie in ieder geval een fijne dag. Yes. Doei. Doei.